zakte baardjes. Wat heb je nodig om volgemaakt te worden? Goede kijker en een beetje mensensnoerheid. Dat is eigenlijk alles. Lopen zo'n zakte baardjes, trekken aan een ochtendwip. Dan denk je van, als je even neemt, wat is er nou een waanzin? U en ik, wij zijn zoogdieren. Geen vogels. Nou, persoonlijk zoog ik niet, maar toch, ik word toch op de zoogdieren gerekend. En waarom, dat weten we. Ik word op de zoogdieren gerekend omdat ik van die kleine tepeltjes hier heb. En waarom, dat weten we ook niet natuurlijk. Ik ook niet. Dat vragen ze altijd aan mij. Dat is heel vaak, is er een lezing. En dan na de lezing mogen ze vragen stellen. En soms moet je heel lang wachten tot er iemand met een eerste vraag komt. Maar soms ook zitten ze bij het begin van de lezing al. En dat zijn dan bijna altijd, ja sorry hoor, bijna alle vrouwen van zekere leeftijd. En dan weet ik al wat ze willen vragen. En dat is, ja, altijd hetzelfde. Dan is de pauze eindelijk afgelopen. En dan, ja, mevrouw, wilt u iets vragen? Ja! Wat wilt u vragen? Ja, u bent toch bioloog? Ik weet precies wat ze gaan vragen. U bent toch bioloog, hè? Vraagt ze dan. Ja, ja. Vertelt u mij dan eens, zeggen ze op een soort toon van het. Vertelt u mij eens, nou dan weet ik al wat er komt. Vertelt u mij eens, waarom hebben mannen tepels? Ja, weet ik veel. Ja, sta ik met mijn mond vol tanden, dus ik heb heel vaak met mijn mond vol tanden gestaan. Totdat ik doorkreeg dat je beter in de aanval kunt gaan dan in de verdediging. Dus als er nu een vrouw van zekere leeftijd op me afkomt en je denkt, je bent bioloog, vertelt u mij even, waarom hebben mannen tepels? Dan zeg ik, mevrouw, dat zal ik u zo direct vertellen. Maar vertelt u mij eerst eens, waarom zit bij vrouwen de gulp voor in de broek? En dan staat die mevrouw met haar mond vol tanden. Dan valt mij een stuk beter. Want ik weet het nog, en sommige mensen hier weten dat, ja, er zijn ook mensen die dan weten. Toen de vrouw voor het eerst aan de broek ging, eind jaren 60, toen zat de gulp bij vrouwen niet voor in de broek. De gulp zat aan de zijkant van de broek. Eind jaren 50 zelfs, begin jaren 60, zat de gulp aan de zijkant. Wat mijn jongens fantasie over de anatomie van de vrouwen nog jaren altijd kinderloos gebleven. Waarom zit die gulp er nu van voren? Nou, dat begrijp je wel. Bij mannen moet die van voren zitten om voor de hand liggende redenen. En die broekenfabrikanten die zijn te lui of te gierig, dus die maken maar één model en daarom lopen vrouwen met die gulp van voren. Nou, om jezelf te vervelen hebben mannen tepels. Vrouwen hebben daar tepels om voor de hand liggende redenen. Mannen en vrouwen worden maar in één model geleverd. Daarom lopen wij mannen ook een beetje voorzichtig. En daarom worden wij toch op zoogdieren gerekend, ook al zogen wij in het geheel. Maar het gekke is dus dat juist die mannen, die zoogdieren, die lopen zondagochtend in het bos. En die lopen te kijken, niet naar andere zoogdieren, die lopen te kijken naar vogels. Waar? Nou, ik weet niet meer. Of 100 miljoen jaar geleden zijn de vogels en de zoogdieren uit elkaar gegaan. Wat moeten wij dan naar die vogels kijken? Nou, dat komt omdat vogels en mensen, die hebben dezelfde handicap. Zowel vogels als mensen kunnen niet ruiken. Althans, niet goed ruiken. En voor vogels, voor een zoogdier is dat heel raar, dat wij niet kunnen ruiken. Want alle zoogdieren ruiken heel goed. Uw poes en uw hond. U weet wat een zoogdier is overigens. Een
zoogdier, dat zijn al die beesten waar haren op zit. Uw hond, uw poes, muizen, noem maar op. We hebben het voor u nageteld bij poezen. Op een poes zitten 50 miljoen haren. Dat hebben wij nageteld. 10 miljoen haren bovenop de poes. 10 miljoen haren onder op de poes. En 30 miljoen haren op de bankstel. Dat is hier ooit van mijn leven maar te achterkrijgen. De poesen zitten vol. Alles over je haren en alles zoogdieren die kijken niet met hun ogen, die kijken met hun neus. Zoogdieren kijken met zijn neus, die ruikt. Hè? Dus dat u lelijk bent, dat kan uw poes niks schelen. Als uw onderbroek maar lekker ruikt. Vandaar dat er zoveel poezen heel schoon gewassen in de poezenhemel aankomen, omdat ze in de wasmand in slaap zijn. Wij zoogdieren die kijken vooral met hun neus, behalve mensen. Mensen zijn de enige zoogdieren die vooral met hun ogen kijken. En komt dat? Dat komt omdat we ooit aap zijn geweest. En toen wij als aap in de boom leefden, ja, je begrijpt als je als apen, dat weet ik niet, je moet alles maar kijken in artis, die springen de hele dag, springen die van boom tot boom en van tak tot tak met een noodgang.